Het was vandaag de vijfde keer dat Surinaamse jongeren hun stem mochten uitbrengen voor het kiezen van een nationaal jeugdparlement. Uit de 200 kandidaten die hebben meegedaan aan de verkiezingen, zullen 29 gekozen worden tot jeugdparlementariër. Zij zullen deze functie de komende 3 jaar mogen bekleden. Volgens John de Goyo, minister van Sport en Jeugdzaken, hebben de jongeren via het jeugdparlement de mogelijkheid om inspraak te krijgen in het beleid. En de jongeren bepalen zelf wie in het jeugdparlement komt, zegt de bewindsvrouwen. Laten we kijken naar de doelgroep van het Nationaal Jeugdparlement. De focus daar is de participatie van jongeren. En dat betekent dat wanneer we praten over duurzame ontwikkeling, wanneer we kijken naar de situatie van het land, zijn we weliswaar in een acute situatie, maar om dat te projecteren naar de toekomst, dan hebben we zeker inspraak nodig van jongeren. Het zijn jongeren zelf die weten wat ze meemaken en op basis daarvan hun inzichten kunnen geven en vertalen. En dat wordt dan verwerkt in beleid en zo zijn we verzekerd dat de toekomst van jongeren dat gegarandeerd wordt en dat een weerspiegeling is van hun eigen realiteit en de Suriname die ze eigenlijk willen. John de Goyo, minister van Sport en Jeugdzaken. Onze nieuwsdienst is naar enkele scholen geweest en het bleek dat niet alle jongeren wisten op wie ze moesten stemmen en waarom. Twee enthousiaste jeugdigen die op de Christus Koningsschool hun stem hebben uitgebracht, geven een reactie. Op wie heb jij gestemd? Nummer 36. Ja, waarom? Omdat zij ons misschien een goede doel kan aanwijzen voor drinkwater, voor zorgen, stroom en de school kan regelen. Voor de school dus? Ja. Oké. Okay. En op wie heb jij gestemd? Ik heb op nummer 5, nummer 14 en nummer 26 gestemd. Waarom? Omdat ze... Als ze hier op school komen en we hebben iets niet, kunnen ze ons helpen. En zij zijn gekomen bij ons. Ze hebben jullie school dus bezocht? Ja. En wat hebben ze allemaal beloofd? Welke doelen kunnen zij realiseren voor jullie? We drinkwater verzorgen, stroom verzorgen en de school kunnen regelen. Als we iets nodig hebben, maar niet als we bijvoorbeeld als ze zeggen we willen zwemmen, dan gaan ze het nee. Dat gaan ze niet kunnen zetten. Ze gaan ons wel kunnen helpen met kleine dingen. Aldus Ketura Burnett en Egina Westenburg, leerlingen van de Sint-Bernadette-school. Onze nieuwsdienst sprak ze vanmorgen tijdens de stemming voor een nieuw nationaal jeugdparlement.